Hout gebruiken in een aquarium. Je kan daar standaard spullen kopen in de winkel, maar soms zijn er houtsoorten die je misschien zelf wil gaan proberen, wat je in de natuur ziet. Misschien wil je net iets anders, iets meer uniek dan wat je in de winkel kan kopen. Of misschien moet het gewoon echt heel veel hout zijn en is het niet betaalbaar als je ze uit de winkel gaat halen. In deze video zal ik jullie proberen uit te leggen. Welke soorten hout je allemaal uit de natuur kan gebruiken in jouw aquarium? Naar het eind van de video toe zeg ik ook wat absoluut niet kan en wat aandachtspunten zijn waar je zeker en vast moet opletten op het ogenblik dat je hout uit de natuur gaat gebruiken. Want dat is nu eenmaal iets wat echt heel veel mensen Nodig vinden, waar ze nood aan hebben, wat ze echt willen proberen. En met mijn kanaal is het de bedoeling om zoveel mogelijk gratis begrijpbare, betrouwbare, hapklare en to the point informatie te geven over het houden van aquarium naar jullie toe. Voordat ik een aantal houtsoorten begin op te noemen, ben ik heel benieuwd. Welke houtsoorten hebben jullie al ooit geprobeerd uit de vrije natuur en wat waren jullie bevindingen? Wat hebben jullie er mee kunnen doen? Heeft het lang geduurd? Heb je ze nog steeds? Laat het mij zeker en vast weten. Ik ben uiterst benieuwd over welke soorten hout jullie al ooit gebruikt hebben in jullie aquarium. We gaan beginnen met de eerste. Wat kan je gaan uit de natuur halen en zelf gebruiken in jouw aquarium? De eerste die ik zeker en vast wil aanhalen voor verschillende redenen, is de els. De takken van de els kunnen zeker en vast gebruikt worden om te gaan bewerken of verwerken liever in het aquarium. Je kan die simpelweg als je een elsenboom staan hebt zelf gaan afknippen. Je laat het drogen zodanig dat al het sap uit de takken is en je kan het zo in jouw aquarium donderen. Inclusief de elsenproppen. De elsenproppen gaan er namelijk voor zorgen dat je meer blackwater krijgt. Blackwater, het donkerbruin, okerige, notige kleur dat jouw aquarium kan hebben. Ik had er al een video over gemaakt waarin aalseproppen ook aan bod komen. Een link naar die video komt hierbovenaan in beeld. Het is niet alleen uiterst decoratief om aalseproppen te gaan gebruiken. Geef toe, het ziet er mooi uit. Of aalse takken met aalseproppen. Geef toe, het ziet er mooi uit. Het is ook gewoon een houtsoort die je echt... Redelijk lange termijn, maar op die termijn ga ik straks ook nog terugkomen, die redelijk lange termijn kan gaan houden in jouw aquarium. Let er echt wel op, als je deze hoeveelheid als proppen, in een klein bakje gaat dumpen, dan kan ik jou garanderen dat Blackwater een understatement wordt. Het wordt echt gids zwart water. Het wordt bijna koffie. Dat is te veel. Maar goed, daarvoor uh, gaan we kijken naar die andere video, appel en perenboom iets wat heel veel mensen wel ergens in de buurt staan hebben of wie weet in hun eigen tuin staan hebben. Appelbomen en perenbomen kan je gewoon gaan gebruiken in jouw aquarium. Uiteraard moet je die gedurende lange periode gaan laten drogen. Ik ga het niet elke keer herhalen, maar het geldt bij elke tak. Het spreekt uiteraard ook voor zich dat je de vruchten van de appel en de perenboom, dus de appelen en de peren, niet in jouw aquarium moet gaan donderen. Dat zou niet zo heel fantastisch goed zijn voor jouw ecosysteem. Takken van de beukenboom kunnen ook gebruikt worden in het aquarium. Heel vaak hebben die zo van die uitsprongen, wat een heel decoratief, mooi ding kan gaan maken. Bovendien zal beuk ook relatief lang meegaan in jouw aquarium. Dus beuk is zeker alvast een optie wat je kan gaan overwegen, wil je takken gaan gebruiken uit de vrije natuur in jouw aquarium. Naast de beuk hebben we ook de berk. Ik zelf vind dat een hele fantastische soort om te gaan verwerken in jouw aquarium, tussen allerlei andere takken. Of een extremis is met enkel maar berk. Waarom berk? schors is wit van kleur en daar kan je dus echt wel heel veel contrast mee in jouw aquarium gaan trekken. Berk, iets heel contrasterends, moet ook passen in jouw aquarium. Ga je voor een blackwater aquarium, moet je daar geen berk gaan induwen, want dat zou ja, een beetje overkill zijn als het ware de kers of kersenboom, kerselaar. Daar kan je ook de takken van gebruiken, ook hier natuurlijk de opmerking erbij, nee, de vruchten, de kersen zelf mag je niet in jouw aquarium gaan flikkeren. Door de redelijk fijne takjes van de kerselaar of toch zeker naar de uiteinden toe kan je hele fijne takjes gaan krijgen. Kan je hele speciale dingen gaan doen in een aquarium. Kers mag je dus zeker en vast gaan gebruiken in jouw aquarium. De hagedoorn of de meidoorn is ook zo'n uh, leuk stuk hout wat je kan gaan gebruiken in jouw aquarium. Let er wel op, ga de vruchten daar zeker niet van in jouw aquarium gaan doen en ga dit extreem lang gaan laten uitdrogen, omdat die vruchten redelijk schadelijk of men beweert zelfs in sommige gevallen giftig kunnen zijn voor jouw vissen. Dus met andere woorden, het kan, het mag, maar er is een maar bij. Dus zeker en vast gaan opletten wanneer je dat zou gaan gebruiken. De grijze kleur van de S-doorn kan zeker en vast ook gebruikt worden in ons aquarium en meer specifiek dan weer, net als bij de berk geweest, om contrast te gaan brengen in ons aquarium. Wil je dus wat meer contrast, maar vind je berk net iets te vergaand, dan kan je bijvoorbeeld gaan kiezen voor de S-doorn. Hou er rekening mee dat de s doorntakken takken heel snel rotten, relatief snel rotten. De eik daarentegen, iets wat we uiteraard ook allemaal wel kennen, gaat extreem lang duren tegen dat het rot. Een hele goede partij, dus om eik te gaan gebruiken in jouw aquarium, wil je gedurende een langere periode geen veranderingen gaan brengen in jouw aquascape. Anderzijds zou je dan natuurlijk kunnen zeggen dat eik misschien ja, een beetje saai is. Het is een vrij eenvoudig stuk hout. Maar als het past in jouw concept en jij zelf vindt het mooi, dan moet je het gewoon echt gaan proberen. Nu heb ik een aantal. Bomen en takken opgenoemd waar je de takken kunt van gebruiken, of zelfs de stammen in sommige gevallen kan gaan gebruiken in jouw aquarium. Het is niet de bedoeling dat je zomaar in het wild, in het bos, een half bos gaat omzagen om dat te gaan verwerken in jouw aquarium. Hou rekening met de lokale wetgeving en dergelijke meer. Ga liever gewoon een aantal aquarianen gaan aanspreken. Wie heeft er een? Als in zijn tuin staan, wie heeft er een eik in zijn tuin staan waar ik een takje mag komen van afknippen. Ga dus geen ganze, geen ganze bossen gaan pluimen, alleen al maar omdat jouw aquarium zou ingericht raken. Ik heb bewust gezegd, ga niet gaan snoeien. Het is beter om geen takken te gaan gebruiken die reeds op de grond liggen. Je weet nooit wat er van parasieten, van diertjes, van bacteriën op zit of wie weet welke honden of katten erop geplast hebben of wie weet wat er allemaal gebeurd mee is met dat stukje hout. Het is beter om het niet te gaan doen. Wil je het toch gaan doen, dan kan je al heel veel problemen gaan vermijden door het te gaan overgieten met kokend water. Ga het niet gaan koken, maar ga het liever gewoon gaan overgieten met water. De beste periode om... Takken te gaan nemen is richting de winterkant toe, omdat dan de sappen minder snel door het hout gaan vloeien en op die manier zal je eigenlijk minder um, sappen in je hout hebben en zal je het minder lang moeten drogen. Nadeel daaraan, natuurlijk, is tijdens de winter zal het ook veel minder snel drogen. Dus dat is voor discussie vatbaar. Een extra die ik doorgekregen heb van David Subri, iemand die gekend is met Amazonebakken te gaan aquascapen, is de Knotwelg. De knotwelg, volgens David Sobri, zou zeker en vast ook geschikt zijn om te gaan gebruiken in het aquarium. Heel eerlijk, geen ervaring mee, dus ik durf er mij niet over uitspreken. Maar als David het zegt, dan heb ik er heel veel vertrouwen in dat het ook daadwerkelijk kan. Sommige mensen gaan zeggen dat je jouw takken moet gaan inschilderen en verven met epoxyhars, omdat ze dan veel minder snel rotten. Het is inderdaad zo, als je ze met epoxy zou gaan invrijven, dat ze veel minder snel gaan rotten, want er kan namelijk geen water in. Eventuele sappen die er nog in aanwezig zijn, gaan er ook niet uitkomen, want het kan er niet uit. Het enige wat ik daarvan opmerking zou bij maken is: één: je moet eens proberen een tak met epoxy te gaan inschilderen. De kans dat je een plekje vergeet is groot. En eenmaal als er één plekje is, dan kan het even snel gaan rotten. Als, op, als dat je het niet zou gaan in epoxy zetten. Dat is de eerste opmerking. Een tweede opmerking die ik dan heb bij epoxy: als je gebruik maakt van natuurlijke elementen. iets wat je zelf in de natuur gaat zoeken. dan ben je misschien beter om gewoon elke x aantal maanden. tot maximaal jaar jouw takken te gaan vervangen. Als je bijvoorbeeld elzenproppen, inclusief tak in jouw aquarium gaat gooien, dan zal die na een paar maanden reeds goed gerot zijn. Hou er dus rekening mee dat je wat extra takken moet gaan voorzien als je tijdens de wintermaanden bijvoorbeeld gaat snoeien op jouw aals. Ik hoop dat je een beetje inspiratie hebt opgedaan van deze video. Rechts onderaan in beeld staat een link naar het gebruik van aalsoproppen in blackwater aquariums.